Welkom bij P2S Television. Deze week de Decibel 2015 warm-up mix van Soundrush. Unlock Niels. Pussy Lounge op Tomorrowland. Het Decibel 2015 Anthem is officieel verschenen. En een interview met Treasure over Darkness for Life op Decibel Outdoor The Festival. Vanavond neemt het hardstelduo Soundrush plaats in de Beatport Studio voor een Decibel 2015 warm-up mix. Je kan vanaf 8 uur via live.beatport.com/b2s meegenieten van deze liveset. Kan je vanavond niet meekijken en luisteren? Niet getreurd, want de liveset is vanaf morgen via dezelfde link terug te luisteren. Enjoy! Eindelijk presenteert B2S vol trots de line-up van haar indoorfestival Unlocked. Op 24 oktober 2015 start in de Jaarbeurs in Utrecht een nieuw avontuur in de hardere stijl. Met meer dan 50 artiesten, verdeeld over 5 area's en 5 unieke showcase acts, integraal de wintertijd zullen unlocken. Dwaal door de verschillende area's met elk een eigen wereld. Ervaar de unieke sfeer en geniet vooral van het beste wat de hardere stijlen vandaag de dag te bieden heeft. Benieuwd geworden naar de line-up? Deze kan je vinden op b2s.nl/unlocked. De voorverkoop start op zaterdag 1 augustus om 10 uur via de B2S Ticketshop. Ben jij aanstaande zondag te vinden op Tomorrowland? Vergeet dan niet een tussenstop te maken bij de Pussy Lounge Area. De 5 residents en gast-dj's staan zoals altijd voor je klaar om samen met jou de tent volledig op zijn kop te zetten. We zien je zondag. Shifting Gears van Hardriver is dit jaar het officiële Decibel Anthem. Het Anthem is afgelopen maandag verschenen en te vinden op onder andere Beatport, Spotify en Hardstyle.com. Kom alvast in de stemming voor het leukste weekend van jouw zomer met deze gruwelijk dikke track. Hoi, ik ben Treasure en ik draai dit jaar op Decibel Outdoor in de Industrial. Wat mijn herinneringen zijn van de laatste Decibel? Ja. Gewoon een goede vibe. Ja, ik ben dan, moet ik eerlijk zeggen, ik ben zelf alleen maar bij de drum and bass area geweest toen. Omdat ik daar een paar prospectartiesten had staan en de sfeer was heel tof. En nadat ik de line-up heb gezien van Decibel, viel me op dat het langzamerhand steeds meer mijn smaak wordt, eigenlijk. Die drum and bass area met Crosby's is te gek, staan ook veel artiesten die ook op prospect releasen. Dus daar ben ik heel erg pro voor, maar ook gewoon helden zoals Blacks and Empire, ja. Dat is voor mij de begintijd dat ik met drum bass begon, draaide ik al hun platen. Ik heb daar heel veel respect voor. Die zijn wereldwijd sowieso samen met Noisia denk ik wel een van de grootste acts. Nou ja, muzikaal haal ik mijn inspiratie best wel uit veel verschillende dingen. Kijk, tuurlijk de muziek die ik draai en maak is vooral harde elektronische muziek. Invloeden komen uit de hardcore, uit de drum, bass, breakcore, die kant. Maar eigenlijk mijn grootste invloeden komen steeds uit mijn jeugd. Ik ben gewoon opgegroeid in de punk en de hardcore scene. En dat is eigenlijk nog steeds de basis van alles wat ik doe. Of ik me beter voorbereid voor een Decibel als een ander evenement? Nou, toch wel. Het festival is sowieso waar je ook veel meer ook weer kans heb om zieltjes te winnen, eigenlijk. Want je staat daar gewoon voor veel publiek, maar ook gewoon veel mensen die je wat minder vaak zien draaien. Veel buitenlanders die natuurlijk naar een Decibel komen, die niet iedere week in Nederland op een feest komen. Ik let ook heel erg op welke artiesten er voor of na mij staan. Waardoor ik natuurlijk in ieder geval zorg dat ik een beetje klaargestoomd ben om iets anders neer te zetten. Je bent ook wat meer on edge. Je wil natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon de beste set neerzetten van de dag. Laat weer ik zeggen. Ik bereid geen tracklijst voor. Ik doe alles ter plekke verzinnen, omdat ik gewoon het heel erg belangrijk vind als een DJ om in te spelen op wat er gebeurt in het publiek. En je merkt al gauw genoeg na de eerste paar tracks wat de vibe op dat moment is. Of wat de persoon voor jou heeft gedaan of na jou. Dus ik bereid me eerder voor in een flinke lading muziek, dat ik alle kanten op ga, dan dat ik de set van tevoren vorm. Dat doe ik eigenlijk nooit. Wat mij onderscheidt van andere industrial artiesten. Nou, ik denk sowieso mijn basis is niet alleen industrial. Ik kom eigenlijk uit de harde drum en bass. Ik run ook een prospect label wat
dit moment wel een beetje het grootste is in de crossover tussen harde drum, bass en hardcore. En gewoon ja, sowieso de nieuwste prospect tracks draai. En ik heb wel een, denk wel een eigen stijl. Qua BPM's gaat alle kanten op, maar ook qua stijl. Weet je, je kan UK hardcore draai ik erdoorheen. Ik draai gewoon dik industrial, maar ik draai ook nog steeds gewoon drum en bass. Ik heb heel erg veel zin op Darkness for Life Area op Decibel. Kan je het er rammen.